Lieve YouTubers, hier weer een filmpje van Judith. Wij gaan vandaag Molly haar verjaardag vieren. Ze wordt 6 jaar oud. En ze krijgt in ieder geval van ons zometeen, dat zijn van die Denta snoepjes. Daar krijgt ze er 2 van en dit geven we ook aan, hoe heet dat dan? Remy krijgt er ook 2. Dat is haar snack die ze voor vandaag krijgt. En verder hebben we, of heeft Frans, 4 leuke muisjes gekocht. Nou, ik ga er in ieder geval even 2 van openmaken, want die krijgt ze dan. Nou, ik heb er zo eentje uitgepakt. En het is een grijs muisje met een mooie lange staart, wat zwarte oogjes en een rood neusje. Wat witte oortjes. Nou, en Remy is, of Molly bedoel ik, en Remy zijn dol op muisjes. Dus ik denk dat dit wel heel erg goed gekocht is voor de verjaardag. Die andere pak ik niet uit, die geef ik er later nog. Maar nu gaan we eerst maar eventjes, Molly maar eventjes... zijn snoepjes geven voor de verjaardag. We kunnen iets anders doen en dat is gewoon dat we hem even een stukje meer naar voren zetten. Kijk eens, meisje. Doe je dat? Kom maar. Kom maar, zet je lekker aan. Die van de kant. Jij krijgt ook. Kom, Molleke. Ja, het geeft je Remy. Kijk eens, Molleke. Zal ik hem jou hier geven dan? Nog eentje. Kijk, jij is nog op de stoel, hè? Goed zo. Ja, jij krijgt er ook nog eentje. Nou, hier heb ik jullie laten zien dat ik even de poezen hun dentabits geef. Dat is voor de verjaardag dan. En nu zullen we nog even terugrollen voor even het muisje te laten zien wat hij heeft gekregen voor zijn verjaardag. Nee, die is niet voor jou. Kijk eens, meisje. Voor jou, hè. Wil die even neerleggen voor je? Dat is jouw cadeautje, hè. Alsjeblieft, Molly. Dat is leuk. Ja. Kom straks ergens of laat hem daar liggen voor je. Wil je zelf er lekker even mee spelen? Dat mag ook. Hè? Huh? Nou, lieve YouTubers. Dan hebben jullie gezien dat ik even Molly de cadeautje heb gegeven. Naast me zit Frans en dat hebben we expres zo even willen doen. Ik zal even de camera ietsje draaien anders zo, dat is iets makkelijker. Want we wilden samen even Molly in het zonnetje zetten op haar verjaardag. Nou, wij gaan nog even een kopje koffie drinken ter ere van haar. Ik neem nog even een gebakje erbij, Frans waarschijnlijk een andere... lekkere koek die hij nog voor zich heeft meegenomen. En dan sluit ik bij deze dan het filmpje weer even met jullie af. Nou, ik zou zeggen, lieve YouTubers, lieve kijkers en fans en superfans. Ik hoop dat jullie hier weer van genoten hebben van dit leuke filmpje. En nou, tot volgende keer maar weer. Dag YouTubers, tot volgende keer.